Het is bijna 2:30. Goedemorgen, dit is 3FM. En Hans aan de telefoon. Hansie. Hey, goedemorgen. Hoe is het? Toch wakker. Wakker. Het klinkt een beetje alsof het enige strijd heeft gekost. Nou, voor mij. Ik moet gaan werken. Ah, wat moet je gaan doen? Ik ben buschauffeur. Dus ik moet even mensen ophalen die op vakantie gaan. Zo'n bejaardenbus doe jij? Juist. Zo'n show, dames en heren. Goedemorgen, welkom. Dan gaan we met z'n allen lekker naar Alicante. 7 dagen lang ben ik je chauffeur. Ja, ik ga u ondertussen een beetje vertellen wat u ziet. Aan de linkerzijde, aan de rechterzijde. Mocht u willen plassen, dan kunt u op dat belletje daar drukken. En niet kotsen in de bus. Zoiets, maar dan met iets anders. Oké, okay, oké. Okay. Nee, maar anders dan ga ik gewoon morgen zitten. Het lijkt mij echt heerlijk. Meen ik echt? Nee, is het, ja, is het. Ja, maar ik ga in Duitsland. Oké, okay. Heel goed. Okay. Dan Theo, jij dan? Hoe is het? Goedemorgen. Ja, best van het werk ook. Ja. Maar dan op, ook op een bus, maar dan op een andere bus. Een melkbus. Oh, een melkbus? Ja. Met een witte motor ook? Ja. Oké, okay, heel goed. Hey, en waar doe je dat? Ben je al onderweg? Ik ben onderweg, ja. Klopt. En waar zit je? Op een ogenblik in Voorthuizen. Oké. Okay. Nou, mooie dag. Ik ga een quiz met jullie spelen. Ja. En dat ga ik voor het eerst doen met 2 mensen, dus ik vind het even spannend. Het is heel simpel. Ik ga een vraag aan jullie voorleggen. Degene die als eerste het antwoord weet, noemt heel duidelijk zijn naam. Dus ik stel die vraag en Hans, je denkt bij jezelf, potdikkie, die weet ik. Dan zeg je Hans! Ja? En datzelfde geldt voor Theo, oké? Okay? Heel makkelijk allemaal. De quiz. Jongens, hoe zijn jullie thuis in het tennis? Niet helemaal goed. Oh, niet helemaal? Nee. Oké, okay. Ik ook niet. Maar de US Open is aan de gang. En we gaan het over tennis hebben vandaag. Degene die het best uit die quiz komt, die krijgt het album van de Cooks, het nieuwe album. Ja? Ja, dat is mooi. Oké, okay, heb je een antwoord goed, dan hoor je dit. En zit je ernaast, dan hoor je dit. Helemaal klaar, boys? Ja, oké dan. Oké, okay, focus. Weet je het antwoord, dan noem je heel snel je naam. Vraag 1. Uit welk land komt de sport tennis officieel? Hans. Nou, zeg het maar, Hans. Uit Engeland. Uit Engeland, zeg jij. Dat is niet goed. Theo. Geen flauw idee. Nou, dan gaat de beurt voorbij. Het antwoord had moeten zijn Frankrijk. Oh, altijd Engeland. Ik wist het ook niet. Ik wist het echt niet. Ik had het niet geweest. Nee, Frankrijk. Ja, denk je stokbrood, een beetje zeikerige mensen, maar dat tennis, ik had dat er niet achter gezocht. De quiz. Vraag nummer 2. Hoorden de buitenste zijlijnen van het speelveld van een tennisbaan ook wel genoemd? Dus de buitenste zijlijnen van het speelveld van een tennisbaan. Ik vind het een pittige quiz hoor. Theo, ja, Theo. De koord? Nee, dat is ook niet goed. Ja. Nee, volgens de handleiding is het tramrails. Oké. Okay. Amsterdam vol met tennisbanen. Wat zeg je? Ik zei, dat ligt Amsterdam vol met tennisbanen. Ja, ja. Er wordt goed getennist daar in Amsterdam, ja. Goed jongens, dit gaat niet goed, hè? Nee. Ik wil een beetje, ik had toch jullie iets, een beetje hoger ingeschat misschien wel. Dank je. Nee, natuurlijk niet. Hele moeilijke quiz. Sinds juli is er een nieuwe nummer 1. Welke tennisser is op dit moment de nummer 1 van de wereld? Boys. Schiet me mannen, ik zou het niet weten. Hans, Theo, doe een gok. Kun jij het schelen? Nadal, Rafael. Nee, dat is niet goed. Het is Novak Djokovic. Oké, okay. Goeie. Daar gaan we. Ja. Met de volgende. Ja. Welke tennisser is in totaal het langste nummer 1 van de wereld geweest? Doe nou eens A, B of C. Zal ik dat even doen? Gaan A, B of C uit mijn hoofd gaan? Okay. Doen we A, doen we Richard Krajicek. B, Pete Sampras. En C, Roger Federer. TOC. TOC, we zitten er niet goed in, jongens. Hansi? Nee, dat is B. B, zeg jij? Ja. Ja! Je zei, je weet niet eens meer welke tennis het was, hè? Nee. Jawel, dat zeg je hartstikke goed. Oké. Okay. Hey, vraag 3 voor allebei. Okay. Komt ie aan, jongens. Hoeveel
bedraagt het prijzengeld als je nummer 1 wordt tijdens de US Open. Het maakt niet uit of je nou een man of een vrouw bent, dat is voor allebei hetzelfde. En geloof me, het is echt een, nou ja, een beste smak geld, zeg maar. Benaderingsvraag. Hans, wat zeg jij? 7 miljoen? 7 miljoen zeg jij. Dan ga ik morgen op tennis, als dat zo is. Dan ga ik me morgen aanmelden. Maar goed, Hans? Ja? Wat zeg jij? Nee, ik heb grappig gezegd. Oh, sorry. Theo, wat zeg jij? 2,5. 2,5 zeg jij. Dan hebben we, dames en heren, vrienden, een winnaar van de quiz van 5 september 2011. Het goede antwoord had moeten zijn... 1,8 miljoen. Oh. Oh nee, dan hebben we 1-1 staan we dan. Toch? Dat dacht ik. Ja, dat dacht ik ook. Ja, ik zit er niet lekker in, jongens. Ik moet een beetje wennen aan die nieuwe quiz. Het is even wennen. Nou ja, goed, dan is het een hele makkelijke die ik aan je ga stellen. En weer als eerste je naam roepen als je het weet. Ja? Ja. Komt ie aan, boys. Wat voor kleur heeft... een tennisbal. Hans, geel. Nee, Hans was hier. Hans, zeg het maar. Ja, echt geel. Hey! Geniaal. Nou, dit was een hele goede quiz, jongens. Ja, super. Dit was laten we eerlijk zijn, ik weet niet, hoe lang luister je al naar de radio? Heel lang. Heel lang. Dit was de beste die je hebt gehoord, hè? Ja, zeker. Echt waar. Nog een keer. Gooi alles maar weg. Popduel, weet ik het. Raad waar die staat. Dit is het, jongens. Top quiz. Ja. Goeie voorbereiding. Heel goed, jongens. Dat weet ik nog niet. Ik ben helemaal kwijt wie die gewonnen heeft. Theo, toch? Hans. Nee, Hans heeft gewonnen. Ja, jongens. Echt waar. Volgende week doen we het helemaal anders. Beste Hansie, hij is voor jou, jongen. Nieuwe album van de Keuks. Dankjewel. Hey. En Theo, ik heb ook nog wat voor jou. Oké. Een fijne nacht, gewoon. Ja, jij zelf. Ja, succes ermee. Ja, nee, als het aan de quiz ligt, dan als dat het niveau gaat worden van de nacht, dan gaat het lastig worden, ja. Ja, nou, komt goed. Hey boys, werk ze, hou hem tussen de lijntjes en kalm aan, hè. Yo. 3FM in de nacht met nieuwe muziek waar ik helemaal door ben. De Bom, Nero, dit is Promises. You got me so wild.